De geruchtenstroom kwam op gang in Maasmechelen. Daar zou er een akkoord zijn tussen CD&V en SPA om de gemeente na 2012 samen te besturen. Exit de Open VLD en burgemeester Lentsen. De gedoodverfde burgemeester in dat scenario, Raf ter Winge. Er zijn gesprekken alleszins en concreet hier in Maasmechelen heb ik het gevoel dat op dit ogenblik het beleid niet goed samenwerkt, dat er daar echt wel barsjes in zijn. En dat geeft dan wel een beetje het gevoel van ja, dat wij langs twee kanten worden gesolliciteerd. Maar nogmaals, de kiezer zal alles bepalen. We zullen moeten wachten tot de verkiezingen. En dan zullen we inderdaad moeten kijken met wie er een coalitie kan gesloten worden, want er zijn ook iedere verkiezing weer verrassingen. Open VLD Limburg beweegt naar verluid hemel en aarde om dat voorakkoord in Maasmechelen ongedaan te maken. Maar ook in Genk is er nu sprake van een akkoord tussen CD&V en SPA. En in Hasselt zouden de twee alleen verder besturen zonder de Open VLD. Wel, ik hoor van alles, maar ik ga mij daar niet door laten opjagen. Er moeten in Hasselt nog heel veel dossiers worden afgerond. We hebben daar nog 16 maanden voor en dat is voor mij nu prioritair. En dat we vooral de kiezer het laatste woord geven. We mogen niet vergeten dat zij toch nog altijd gaan stemmen en dat zij het laatste woord hebben. Het verhaal is dat SPA en CD&V een verbond gesloten hebben. Het is geen geheim dat de twee Limburgse ministers in de Vlaamse regering, Ingrid Liete en Jo van Deurze, het goed met elkaar kunnen vinden. Voor wat het waard is natuurlijk, want de SPA ontkent in alle toonaarden. Wij gaan voor ons programma en wij zijn momenteel niet bezig met coalitievormingen. Dus vooral zenuwachtigheid troef. Ik denk dat sommigen misschien zenuwachtig worden omdat er geen coalities gemaakt worden, omdat zij vragende partij zijn of schrik hebben om uit de boot te vallen. Maar ik denk als je een goed programma hebt dat je geen schrik moet hebben om uit de boot te vallen. De zenuwachtigheid is ingegeven door de grote onbekende factor bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe scoort de N-VA en kan de partij de populariteit van Bart De Wever ook lokaal verzilveren? Maar wij gaan er klaar voor zijn en ik vermoed wel dat er mensen zenuwachtig worden. Ja. De lachende derde is de N-VA, denk ik dan. We horen op veel plaatsen ook dat er misnoegen is, dat er verwachtingen zijn en dat men mensen toch wel uitkijken naar misschien een heel pak gemeenten in Limburg, een beetje verandering volgende keer. Zelfs in Tongeren, de thuisbasis van Patrick de Waal, doen scenario's de ronde waarbij de Open VLD in de oppositie verdwijnt. En als de CD&V-SPA-as zich ook in het provinciehuis doortrekt zonder Open VLD, is dat voor de liberalen de ultieme nachtmerrie. Toch eerst maar even de verkiezingen afwachten.